Hey, gaat het? Wat is er? Violetta, je verpest de hele sessie. We zijn aan het opnemen. Luister, jongens, wat is er aan de hand? Kunnen we even pauzeren? Ja, is goed. 20 minuten en dan gaan we weer verder. Oké? Okay? Ja, maar ik moet dat nu... Dat kan ook daarna, Vera. Oké? Okay? Over 20 minuten hier, jongens. Oh. Wat is er? Alex is... is niet Alex. Hij heet Clément. De zoon van Nicola. Hè? Ja. We hebben hem geholpen bij zijn audities voor de studio. Hij deed zich voor als een arme jongen, maar... hij is de zoon van een miljonair. En de studio gaf hem een beurs en hij heeft al die tijd gelogen. Ik wist zeker dat hij een vriend was. Ik voel me... bedrogen. Ik voel me... rot. Niet te geloven. En als ik denk aan ons allemaal, dan snap ik het niet. Ik snap niet waarom... waarom iedereen tegen elkaar liegt. Priscilla tegen mijn vader. Francisca, Diego. Ik loog tegen jou. Het is toch raar dat we... dat we de mensen van wie we het meest houden pijn doen. Oké. Rustig maar. Wat ik je zegt... Ik kan niet rustig doen. Weet ik, maar je moet het toch proberen. We weten niet wat er gebeurd is. We weten niet waarom hij het gedaan heeft. En we mogen niet oordelen zonder alles te weten. We moeten met hem praten. Zoals je zegt, mensen maken fouten en doen elkaar verdriet. Eerst met hem praten, oké? Okay? Kom eens. Het komt goed. Echt, het komt goed. Ik wist wel dat ik naar jou toe moest komen.